Ik kreeg via de mail een hele aardige vraag van Martin en Martin vroeg, is het mogelijk om in een module waarin tekst staat, om daar een hyperlink in te plaatsen en als je dan op die hyperlink klikt dat alleen de inhoud van die module wijzigt, dus niet de hele pagina wordt opnieuw geladen of gewijzigd, maar alleen de tekst in die module laat en uh, het eerste antwoord wat ik Martin gaf was van uh, volgens mij is dat niet mogelijk in Joomla. Volgens mij wordt echt de hele pagina vervest. En ik heb ook even gezocht naar een extensie die dat mogelijk maakt. En ik heb niet al te lang gezocht, maar ik heb ook zo snel niks kunnen vinden. Maar ik heb wel een omweg gevonden om het toch mogelijk te maken. Als je naar deze website kijkt, dan zie je hier een module. En die module heeft als titel content. En daar staat een stukje tekst in met een hyperlink. Klik ik op deze hyperlink, dan zie je dat alleen de inhoud van de module wijzigt. De pagina zelf wijzigt verder niet. Alleen de inhoud van de module wijzigt. Ik heb dit voor elkaar gekregen met uh, twee stukjes uh, HTML-code, dus twee losse HTML-paginaatjes en een module van het type wrapper. En hoe ik het gedaan heb, zie je in de video die nu komen gaat. In deze video wil ik je laten zien hoe je in een module een stukje tekst plaatst en die tekst bevat een hyperlink. En als je op die hyperlink klikt, dan wordt niet je hele pagina ververst, maar wordt alleen de inhoud van de module getest. Ik heb een HTML paginaatje aangemaakt, gewoon in Notepad. Dus dat is de code-editor die ik gebruik. Je kunt het ook gewoon in klapblok doen. En dit is de tekst. Je ziet eerst een koptekst, een heading 2. En die luidt pagina 1. Dus kleiner dan teken, h2, groter dan teken. Pagina 1. En dan de afsluitende heading 2-tag. En dat is kleiner dan teken, slash h2, groter dan teken. Dan zie je een alinea, dus een paragraaf. Dit is pagina 1 met daarin een link naar Pagina 2. En ik sluit dan die alinea af. En dan maak ik in HTML een hyperlink. En die luidt als volgt: Kleine randteken A. HREF is. Dubbele aanhalingstekens. Pagina 2. HTML. Dubbele aanhalingstekens. Spatie Target is. Dubbele aanhalingstekens. Module. Dubbele aanhalingstekens. Grote dan teken Dan zie je de aanklikbare tekst. Dat is naar pagina 2. En dan wordt de code voor de hyperlink afgesloten. Dus kleine randteken. Slash. A. Grote dan-teken. Waarom staat hier Target is module? Nou, ik ga dadelijk een module aanmaken van het type Wrapper. En je kunt in die module aangeven wat de doelnaam of de Target-naam is wanneer er een link zich bevindt in die module. En ik ga daar dadelijk module invullen. En vandaar dat ik hier in de HTML-code alvast Target is module neergezet heb. Nou, dit is dus het uh, stukje tekst. En dit stukje tekst heb ik als HTML-bestand opgeslagen met de naam Pagina 1. .html. Ik heb ook een pagina of een stukje tekst met de naam pagina2.html. En die ziet er exact zo uit, alleen dan verwijst deze tekst met een link naar pagina 1. En je ziet hier de heading 2-tekst, pagina 2, en dan staat er dit is pagina 2, met daar een link naar pagina 1. En dan de link naar pagina1.html, en ook weer target is module. Nou, ik ga dadelijk in een module van het type wrapper. Dit stukje HTML-code of deze HTML-code laden. Ik heb even deze twee HTML-bestandjes in de map media van mijn website gezet. En als ik met de browser er even naartoe ga, dus naar mijn websiteadres, slash media slash pagina 1.html, dan zie je daar het stukje HTML-code. En als ik hier klik op de link naar pagina 2. Dan zie je pagina 2.html. En vanaf hier kan ik ook weer terug naar pagina 1.html. Oké, okay, ik ga dus deze, dit stukje HTML-code, deze HTML-pagina, laden in een module. Ik ga daarvoor naar de beheeromgeving van mijn website en ik ga naar extensies, modulebeheer. En ik klik op nieuw om een nieuwe module aan te maken. En als module type kies ik voor wrapper. Ik geef een titel op. Nou, ik zal er even uh, iets van content van maken, bijvoorbeeld manier wat, wat de titel is. Ik kies een modulepositie en ik zet deze module even op positie 7. Bij menu toewijzing zorg ik ervoor dat deze op, op alle pagina's staat, of in ieder geval op de pagina's waarop ik deze module wil tonen. En dan kan ik de URL opgeven en ik gebruik hiervoor dus de URL, dus het adres van het bestand pagina1.html, dus van dit stukje tekst wat ik eerder aangemaakt had. En deze URL plak ik hier in het veld URL van de wrapper-module. Scroll je een beetje naar beneden, dan zie je hier dus de doelnaam. En daar wordt dus dit mee bedoeld: de targets. En ik had daar module ingevuld in mijn HTML-code. Dus in mijn wrapper-module vul ik bij doelnaam ook in module. En ik klik op opslaan en sluiten. En ik ga dan naar de voorkant van mijn website om te kijken of het systeempje werkt. Nou, je ziet daar de module content. En je ziet daar uh, de tekst geladen worden. Hè. Dus het HTML-bestand wat geladen wordt. Pagina 1 met een link naar pagina 2. Klik ik hier op pagina 2. Dan zie je dat de website helemaal blijft zoals die is. Behalve de inhoud van de module wijzigt. En zo kun je dus variëren met inhoud uh, van module teksten. Het is een beetje via een omweg. Maar wel een manier waarmee je dus. Uh, ja, wijzigende content in je module mogelijk kunt maken.